Een comeback voor Lucille Werner op televisie lijkt onwaarschijnlijk, volgens kijkcijferexpert Tina Nijkaamp. In haar podcast onthult Nijkaamp dat Lucille, na haar vertrek uit de Tweede Kamer, momenteel geniet van wachtgeld. Dit royale inkomen, meer dan een ton per jaar, zou volgens Nijkaamp een obstakel vormen voor een terugkeer als lingo-presentatrice. Nijkaamp analyseert Lucille's carrière en benadrukt dat haar bekendheid voornamelijk gekoppeld is aan lingo en enkele specials over de Miss Handicap-verkiezing. Met weinig succesvolle presentatieprojecten op haar naam, lijkt een veelbelovende televisiecarrière voor Lucille onzeker. Nijkaam twijfelt aan de mogelijkheid van een terugkeer naar Lingo, met de veronderstelling dat als het programma terugkeert, het waarschijnlijk onder leiding zal staan van Jan Versteeg. De kijkcijferexpert voorspelt dat Lucille Wenner voorlopig thuis zal blijven met haar royale wachtgeld en mogelijk haar weg zal vinden naar goede doelen. De toekomst van de voormalige Linko-presentatrice lijkt dus vooral buiten de televisiewereld te liggen, al dus nijkaamp.